Goedemiddag, we staan hier op het landgoed Groot Kievitsdal in Baren en naast mij staat Tony de Bree. Tony de Bree is een ex-bankier van ABN AMRO Bank en ik ga hem een paar vragen stellen over het onderwerp van vandaag. Tony, wat vond je tot nu toe van de presentaties? Ja, ik was je weet dat ik een tijdje uit ben geweest bij de grote bedrijven. Maar ik vond het heel interessant. En ik moet je eerlijk zeggen dat het heel goed was om zowel mensen uit van de overheid als mensen uit het bankwezen aan het woord te laten. En het mooiste vond ik eigenlijk dat het begon met klanten. Want ik denk dat we uiteindelijk met z'n allen vaak vergeten zijn dat KYC oorspronkelijk een marketinghulpmiddel was om je klanten beter te bedienen. En ik vond dat met name een hele goede insteek om met klanten te beginnen vandaag. Want jij hebt ervaring mee bij ABN AMRO Bank. Ja, klopt. Ja, zowel vanuit we zijn begonnen in ABN AMRO Trust wereldwijd, vanuit de klantenkant. Maar ook met name van ja, hoe kan je eigenlijk nog steeds klanten hebben terwijl je aan compliance moet doen. Achter Al-Qaeda geld uitgegaan, aangegaan, et cetera, et cetera. En daarna naar compliance, naar de businesskant en uiteindelijk splitsingsmanager voor heel KYC. En ja, wat mij opvalt, ik ben nu alleen maar met nieuwe bedrijven bezig. En wat je dan merkt is dat die IT gewoon heel erg belangrijk is. En we proberen vreselijk veel dingen aan elkaar te koppelen. En op het moment dat je dat goed geautomatiseerd hebt, ja, dan hoef je niet elke keer klanten lastig te vallen met van mag ik nog dit en mag ik nog dat en mag ik nog dus en wat of zo. Want ja, eigenlijk heb je dat vaak al. En nu je carrière bij de bank achter de rug is, ben je bezig met andere zaken. Onder andere het schrijven van boeken, columns en blogs. En ik heb hier toevallig, Vintage, ik heb hier toevallig het mooi nieuwe boek van je voor me. Kun je er even iets over vertellen? Wat staat erin? Ja, nou, het idee was eigenlijk om aan de hand van verhalen van 25 mensen, dus waarvan 22 hele succesvolle zelfstandige ondernemers, te laten zien dat je in elke tak van sport ook gewoon dingen heel anders kunt doen. Met hele andere vormen van samenwerking, et cetera, et cetera. Ja, wel samenwerkend met grote bedrijven. En dat met name ook te maken had met van, ja, hoe je zelf ergens in zit. Ja? Nou, het andere reden was dat heel belangrijk was dat om aan te geven, daarom is het nu weer heel erg populair het boek, er is een einde aan economische groei die eindeloos zou zijn. Dat merken we nu heel erg. En dat kan op een andere manier, als we dat samen met z'n allen willen. En dat is eigenlijk de kern van het verhaal. En want hoe ga je als mens eigenlijk sustainable met jezelf en met de omgeving om? Dus niet zozeer soft, maar ook, ja, het heeft gewoon zin om met z'n allen op een andere manier samen te werken. En het leuke hierin is dat er voorbeelden zijn van mensen die heel snel kunnen bouwen. Mensen die op een hele andere manier in de landbouw zitten. Mensen die heel erg anders de zorg organiseren. En de bedoeling was om een positief beeld te geven van het kan anders als we willen. Dat is de cruciale zin, als we willen. Als we willen en als we maar durven het oude loslaten. Ja? Nou, dus de bedoeling was om het positief te maken en niet te blijven zitten in van ja, het is allemaal moeilijk, het is ingewikkeld, et cetera, maar gewoon aan de hand van concrete voorbeelden laten zien van nogmaals, we kunnen anders bouwen, we kunnen anders de landbouw doen, we kunnen anders de zorg organiseren. Kijk maar, mensen doen het al, dus waarom doen we het niet? Oké, gaan we doen. Dankjewel, Zofa. Heel erg bedankt, Michel.